Huub Stapel en Mieke van der Wij maakten vanmorgen kennis met het fenomeen commissievergadering. En dat allemaal omdat ze hun geliefde fietspassage zo snel mogelijk weer open willen hebben. Ik heb eigenlijk al die jaren gewacht om jubelend onder het Rijksmuseum door te fietsen. Ik heb daar ongelooflijk leuke concerten meegemaakt. Ik heb daar uren gestaan. Als je hem dichtgooit, ja, dan heb je gewoon een soort muur tussen die twee stadsdelen gezet. Heeft u dat ook wel eens uitgelegd aan Wim Pijbers? Ja, maar Wim Pijbers is een Rotterdammer, hè? Is dat het? Nou ja, ik denk wel dat het er iets mee te maken heeft. Het is wel een beetje een dolle boel als die Amsterdammers van tofheid gaat beschuldigen. De zorgen over de fietspassages zijn toegenomen. Nu blijkt dat Stadstil Zuid, dat altijd tegen de tunnel was, verantwoordelijk is voor de openstelling. Ja, wij hebben onze verantwoordelijkheid en ondanks dat wij een ander idee daarover hadden, zijn we loyaal en voeren we dat uit. Of ze de boel traineren, ik weet het niet. Maar als er nu zometeen gezegd wordt, ja, het is toch niet veilig, weet je. Dan hebben ze toch ook weer een reden om te zeggen, nou, we doen hem toch maar dicht. Ik vertrouw het gewoon niet helemaal. In de commissie maanden stedenbouwkundige actievoerder Maarten Lubbers, verkeerswethouder Erik Wiebes aan tot handelen. Zo moeten er duidelijke glazen afscheidingswanden komen en een geluidssysteem om scooters te weren voordat het misgaat. Als het kalf verdronken is, dempt Wiebes de put. Ik neem aan dat u begrijpt wat ik bedoel. Maar ondertussen had Huub Stapel de vergadering al verlaten. Die mensen hier, echt, die lullen 6 kwartier in een uur en dan zijn ze nog nergens en hebben ze 7 keer hetzelfde gezegd. Je wordt er gek van. Het is net of je in Mickey Mouse land, een Pinocchio land zit. Wethouder Wiebes belooft een veilige fietspassage en zal alles goed in de gaten houden. En geloof het of niet, 13 mei moet hij dan eindelijk weer open zijn.